Elisabeth Spies wordt dus de nieuwe burgemeester van Alphen aan de Rijn. Op 6 april 1966 werd Jantje Wilhelmina Elisabeth Spies geboren in Alphen aan de Rijn en ze woont nog steeds in Alphen. Spies was van 2002 tot 2010 tweede kamerlid namens het CDA. In haar laatste jaar nam ze ook het partijvoorzitterschap van het CDA over van Henk Bleker, die staatssecretaris werd in het kabinet Rutte 1. Spies verliet de Tweede Kamer omdat ze bestuurder wilde worden. Als lijsttrekker van het CDA bij de provinciale statenverkiezingen in de provincie Zuid-Holland, loodsen ze haar partij naar een plek in de coalitie. Zelf werd Spies gedeputeerde, zeg maar wethouder van de provincie Zuid-Holland. Lang bleef ze niet gedeputeerde. In december 2011, na een half jaar, verruilde ze het provinciehuis voor het Binnenhof. Piet Heijn Donner werd vicepresident van de Raad van State en Lisbeth Spies volgde hem op als minister van Binnenlandse Zaken. Ook dat had geen lang leven omdat het kabinet Rutte 1 viel. Spies zag de strijd om het lijsttrekkerschap verloren gaan aan Sibrand van Haarsma-Buma. Toen het CDA ook geen plek kreeg in het nieuwe kabinet Rutte 2, verliet Spies de Tweede Kamer. Sindsdien heeft Spies een eigen adviesbureau, waardoor ze onder andere voorzitter van het centrummanagement in Alfa aan de Rijn is. Ook nam Spies plaats in diverse raad van Commissarissen. Sinds juli 2014 is Spies waarnemend burgemeester van de gemeente Stichtse Vecht. Haar tweede job als burgemeester gaat eind dit jaar in. Dan wordt Liesbeth Spies burgemeester van haar eigen woonplaats, Alfa aan de Rijn.